Het tweede college, de heer Piet Verdonschot, professor aan de Universiteit van Wageningen en de Universiteit van Amsterdam. En zoetwater en het herstel van wetlands, dat zijn de terreinen waar Piet zich heel erg thuis voelt. En hij gaat jullie daar ook een beetje wat technisch college over geven. Maar Piet gaat het proberen in een kwartier uit te leggen hoe meren werken en hoe we het Markermeer weer tot leven kunnen brengen. Een applaus voor Piet Verdonschot graag. Dankjewel. Ja, ik probeer in 20 minuten uit te leggen hoe je als ecoloog naar een meer kijkt. En eigenlijk begin ik daarmee van, we hebben een arm in de zee gehad. Daar hebben we een dam in gegooid, daar hebben we dijken langs gelegd. En vervolgens legden we de Natura 2000 doelen op. Ik kan de geschiedenis heel snel vertellen. En dat moest natuur worden. Als we naar ecologen kijken, dan zijn wij geen haar beter. Wij kijken naar een meer, zoals u hier ziet. En dan zijn we heel erg gewend om daar te denken dat we dan naar de biologie in het meer moeten kijken. Want dat is wat biologen, ecologen doen. En dan kijken we naar het voedselweb of naar allerlei verticale verbanden, zoals wij dat noemen. Verbanden tussen de rovers aan de bovenkant en de producenten aan de onderkant. En ik wil u meenemen aan en enigszins de nieuwe visie voor de toekomst geven over hoe je als ecoloog van deze tijd naar een meer van de toekomst kunt kijken. En dat is veel meer dan deze bak met water met die plantjes en beestjes erin. Eerst eens, wat is eigenlijk een meersysteem? Want dat vergeten we gauw en dan gaan we naar buitenlandse meren, pijpjes of zo, en dan denken we, oh, zo ziet het eruit, zo gaan we hebben, gaan wij ons meer ook maken. Nou, heel belangrijk in het meer zijn 5 dingen. Het land, wat hele grote invloed heeft op het meer, dat is de hele omgeving. Dat begint in Europa, hebben we zojuist geleerd, en dat eindigt in het meer. En daar ben ik het geheel mee eens. Dat is de moeraszone, een brede zone rondom de meren, die de meren uiteindelijk voedt. Dat is een oeverzone, waarin de waterplanten thuis horen en ook behoren te groeien. En er is een waterkolom waarin zich eigenlijk het grote leven, zoals wij gewend zijn, naar te kijken afspeelt. Daar zitten dan landplanten, oeverplanten, moerasplanten, onderwaterplanten en algen in. En die maken dat systeem functioneel. Daardoorheen speelt de hydrologische cyclus, die u allemaal op basisschool waarschijnlijk al gehad heeft. Het regent, het water komt in het meer terecht, het water verdampt weer en de cirkel is rond. Het enige van het interessante van dit systeem is dat het water niet alleen op het meer regent, maar ook op het land en via allerlei wegen weer in dat meer terechtkomt. En dat maakt zo essentieel een essentiële functie van een meer. Dus in dat meer spelen hydrologische aspecten een heel grote rol. Eigenlijk zijn die dominant, de waterstromen in het meer, ook de waterbeweging in het meer zelf, maar vooral de beweging van het water, van land naar water, is een cruciaal bouwsteen voor een meersysteem. Daarnaast zitten in die meren allerlei structuren. Er zitten waterplanten in, er liggen dode bomen in, er zitten bodemstructuren in van allerlei korrelgroottes en die maken een heterogeniteit in dat systeem. En verder met die waterstromen volgen een aantal stoffen, zoals voedingsstoffen voor organismen, die volgen die waterstromen, organisch materiaal, dode stukjes planten, dieren, komen allemaal met dat water in dat meer terecht. En dat is feitelijk de voedingsbron van het meer, die maken hoe het meer produceert en op de bodem van het meer uitzakt en daar weer afbreekt om weer die cyclus te herhalen in het meer zelf. Dat zijn de bouwstenen van het meersysteem en nu gaan we even heel diep. Een model van zo'n meersysteem, daar hebben we een 5S-model voor ontwikkeld. Dat bestaat uit de randvoorwaarden waaronder dat meer functioneert. Dat is eigenlijk het klimaat, de geologie, de geomorfologie van een meer. Dat zijn de stroming, de hydrologische aspecten van het meer. Eigenlijk de driver, de stuurfactor van het functioneren van zo'n systeem. Dat is de structuur in het meer zelf. En natuurlijk de stofstromen en de nutriënten die in dat meer een rol spelen. Dan zien we een hiërarchie van boven naar beneden, schaal, Europese schaal tot het meer zelf, in tijd en ruimte, lange tijd naar korte tijd, maar ook in
horizontale zin voor u richting stroming, structuren, stoffen zijn in die volgorde ook belangrijk voor meren. Lange tijd dachten we dat het alleen voor beken zo werkte, maar voor meren werkt dat precies hetzelfde. En tenslotte hebben we natuurlijk de soorten, de planten en dieren, die reageren op het samenspel van die factoren erboven, die maken het ecosysteem zoals het ecosysteem is op die plek. Ik wil even snel door drie basisbouwstenen van dit systeem lopen, namelijk de waterbeweging en het peil, de structuren en de stofstromen, om u een beeld te geven hoe zo'n meer dan functioneert, voordat we naar het Markermeer zelf toe gaan. De stroming, de waterbeweging, essentieel voor die waterbeweging is dat er door de seizoenen heen een beweging van water is en dat de feiten in de winter, dat er in de winter diep water is en in de zomer ondiep water is, want dat is de natuurlijke situatie van welk oppervlaktewater in een gematigde zone ook. Dus we zien boven winter en zomer staan en wat gebeurt er nu? In het voorjaar, wanneer het water hoog is geweest en geleidelijk uitzakt uit het systeem, neemt het al die stoffen, die doodorganisch materiaal, die nutriënten mee van die moeraszone, van die litorale zone naar het meer toe. En in het najaar zien we het omgekeerde, dan stijgt het peil weer en dan neemt het water, sedimenten en organisch materiaal, nutriënten mee naar die moeraszone en de litorale zone. Het zijn twee tegengestelde bewegingen waarvan de eentje groter is dan de ander. Water speelt hier de essentiële rol, want die beweging is essentieel voor het functioneren van het systeem. Structuren, dat mag iedereen denk ik duidelijk zijn, heterogeniteit. Ik wil niet al die woorden volgen, maar wat onder andere waterplanten doen is sedimenten invangen en geleidelijk die oever versterken en ophogen. En wat ze ook doen is nutriënten opnemen, vastleggen, planten groeien, sterven en daarmee krijgen we een cyclus van organisch materiaal. Naast waterplanten zijn meer dingen voor die structuur van belangrijk. Die waterplanten zijn natuurlijk ook belangrijk voor de algen die erop groeien, zijn ook belangrijk voor de fauna die daar schuilplaatsen en rustplaatsen vindt en die daar hun zijn eitjes af kan zetten, bijvoorbeeld veel insecten doen dat. Dan hebben we in de bodem van het meer zelf, waar de planten niet meer kunnen groeien, en dan zijn we al dieper dan 2 meter of 4 meter als het meer gezond is. Daar is nog een hele levensgemeenschap op zichzelf, die zorgt dat alles wat dieper in het meer komt afgebroken wordt. We noemen dat bioturbatie. Die dieren voorzien die bodem ook weer van zuurstof, waardoor die afbraak nog sneller kan. Dus daar speelt zich ook nog een heel stuk ecosysteem af. En dat is natuurlijk verbonden met die hele verticale benadering waar ik mee begon, waarin al die dingen met elkaar samenhangen. De basis van de ecologie is dat al die factoren, abiotisch en biotisch, samenhang vertonen. De derde die ik wilde introduceren was de stoffen, de stofstromen, de stromen van de voedingsstoffen, de nutriënten door het systeem en het organisch materiaal. En ik heb even een plaatje van een veel beroemdere professor genomen, Wetzel, die heeft dat uitgezocht in de 80 en 90 jaren, waarin hier de productie, ziet u, van het systeem, land, moeraszone, oeverzone, waterkolom. En wat er erg opvalt is dat de productiviteit van de moeras en de oeverzone veel en waardig groter is dan van die andere zones. Met andere woorden, alle stoffen die vastgelegd worden, nutriënten en alles wat geproduceerd wordt, vindt zich vooral in die moeras en oeverzone. Dat is de hoge productieve zone, dat is de source van het systeem, daar gebeurt het eigenlijk echt. Het meer zelf is een sink, daar komt het materiaal terecht. Maar het meer is dus minder belangrijk dan die oeverzone. Samengevat ziet er dat dan zo uit. Hier zit de grote cyclus waarin de grote productie en afbraak plaatsvinden, processen plaatsvinden waar het materiaal opgehoopt wordt en ten dele afgevoerd wordt naar het systeem, waar een kleinere cyclus plaatsvindt waarbij een nog kleiner deel teruggevoerd wordt. Met andere woorden, geleidelijk aan groeit zo meer aan. Voor degenen die dat naar poeltjes kijken en zo, die noemen dat verlanding. Eigenlijk is dat hetzelfde, alleen meer doet er natuurlijk vele malen jaren langer over. Dat meer is eigenlijk de motor van het systeem, dat zijn de molenwieken die het systeem doen draaien. En wat het dan oplevert, hebben we eigenlijk in de vorige spreker ook al horen zeggen, het levert een hele mooie gradiënt op. En als je een gradiënt neemt van land naar waterkolom, dan ziet die gradiënt er als volgt uit. En de grootste rijkdom
die zien we eigenlijk in die moerassystemen, waarin, ik heb hier alleen de vogeltjes even ingeteld, ingestopt en alleen de belangrijkste vogelsoorten en de verbanden die die vogelsoorten hebben, dan zien we dat die soorten allemaal gebruik maken van onderdelen van het systeem, maar dat de grootste diversiteit in dit deel van het systeem zich bevindt. En dat geldt niet alleen voor vogels, dat geldt ook voor insecten, dat geldt voor planten, dat geldt voor elke groep die zich in een meersysteem afspeelt. Het zijn dus gradiënten waarin de moeraszone veruit de belangrijkste producent en afbreken van materiaal is, waar het de motor is van het systeem en waarin ook de biodiversiteit het best gedijt. Nou, dan gaan we naar het Markermeer. Markermeer is eigenlijk een soort badkuip waarin water staat. We hebben daar dijk om gemaakt, een dam voor gelegd. We hebben harde grenzen en we hebben een pijl omgekeerd. Dat was voor allerlei functies erg belangrijk. Er zitten heel weinig structuren in, er zaten er nog minder in, maar nu zijn de waterplanten in opkomst, komen er wat structuren terug, maar er zitten eigenlijk heel weinig structuren in. En we hebben een heel vlakke bodem, want we hebben gewoon dijken gemaakt en dat was een uitgespoeld zeesysteem, wat iets anders is. En verder is het voedselrijk of voedselarm, daar vindt een continue discussie in plaats. Het meer is voedselrijk, alleen zien we het voedsel niet. Het voedsel is gevangen in de vlokken of in de bodem. En het komt omdat het meer een marine bodem heeft. Het meer is verschrikkelijk jong. We hebben hier te maken met een meer wat nog geen 40 jaar oud is, wat op een marine bodem gemaakt is en wat nog een paar honderd jaar nodig heeft om te ontwikkelen. We hebben het niet over een volwassen meer, we hebben het over een babyfase van een meer. Jong successiestadium. Daar gebeurt dus van alles wat zelfs ecologen ook niet kunnen voorspellen. Wel een groot probleem, want we hebben een probleem, anders stonden we hier en zaten we hier ook niet. En de belangrijkste oplossing als je naar het functioneren van het natuurlijke meer kijkt en naar het Markermeer is dat we het deel, het oppervlak van moeras en het oppervlak van de oever sterk moeten vergroten. En dan is natuurlijk de eerste vraag, hoeveel is er dan nodig? Die vraag stelde ik aan het ministerie, die zei de 10%. Toen begon ik een beetje te grinniken. Er is onderzoek gedaan. En als je naar de meren van de wereld kijkt, dan zie je dat er ongeveer zo'n 10.000 meren bekeken zijn in dit. En dat een paar honderd van die meren minder dan 50% moeras en litorale zoneoppervlak hebben. En al die andere meren hebben meer dan dat. Dat betekent dat ook zo'n Markermeer minimaal 10% litorale zone moet hebben. De waterplantenzone, zullen we maar zeggen. En 40% moerasgebied. En als je dan naar de maten kijkt, 700 vierkante kilometer, Oost-Veldersplassen is 56 vierkante kilometer, Markerwadden is 8 vierkante kilometer, dan weet u ook waarom ik altijd zeg, ja, die Markerwadden voeden nog niet zoveel toe aan het Markermeer. Er is gewoon veel meer nodig. En zelfs die twee samen hebben nog een paar honderd vierkante kilometer meer nodig, willen we dit systeem laten functioneren zoals een meer zou moeten functioneren. Vorige spreker zei het ook al, we kunnen zo'n meer ook niet zien in zijn splendid isolation. We kunnen niet naar het Markermeer kijken als we alleen maar binnen die dijken kijken. We moeten het meer echt bekijken van hoe functioneert dat vanaf van globale schaal bijna tot aan lokale schaal. En daar zijn allerlei verbanden. De vogels zijn er één van, de vissen zijn er twee van, zo zijn de insecten zijn er drie van. Iedereen wat er daar leeft heeft een verband met de buitenkant. Dus als we naar oplossingen kijken, moeten we over meerdere schalen kijken. Moeten we ook vooral kijken naar het binnendijkse gebieden. Het gaat niet alleen om het buitendijkse. En het buitendijkse is ook het deel van het IJsselmeer. Dus we moeten veel breder kijken dan we gewend zijn. En als je dat dan zou willen doen, je wil een nieuw ontwerp maken. Dat was de vraag aan mij. Als je nou opnieuw het Markermeer zou mogen ontwerpen, hoe doe je dat dan? Dan moet je in ieder geval moerassen verbinden met het meer. En als je dat wil doen, dan heb je natuurlijk meteen een probleem. Als je naar de bodemhoogtes kijkt in het noordwesten of de Oostvaardersplassen ten opzichte van het Markermeerpeil, dan zien we dat er grote hoogteverschillen zijn. Eigenlijk ligt het waterpeil veel hoger dan de omgeving, plus of min 3 meter voor de Oostvaardersplassen. Als we dan toch willen kijken naar moerassen, moeten we het in ieder geval beseffen dat er een groot hoogteverschil is. Maar dat we toch kansrijke zones hebben en die liggen vooral in de ondiepere delen van het Markermeer naar het Markermeer toe. Dus het is niet alleen de Oostvaardersplassen die zelfs ongelukkig ligt, dan wel de gelukkige gedelen in het westen en het noorden van het gebied. Het grootste probleem is alleen die hoogteverschillen die heel interessant zijn, die je bij wijze van spreken aan de Markermeerkant zou kunnen opvullen. Maar die hoogteverschillen zou je ook met
wieken kunnen oplossen in de zin dat je dus water gaat inpompen op een natuurlijke wijze zonder dat je daar energie voor verbruikt, anders dan windenergie, om dat water op de goede plek te krijgen. Want je zult een bepaalde beweging moeten maken. Daarvoor heb ik even de Oostvaardersplassen ervoor uitgetild. Hier zien we een kaartje van de Oostvaardersplassen met zijn hoogtes. En dan zien we dat de hoge delen van de Oostvaardersplassen dat grote bruine gebied is en de lage delen zijn al andere kleuren. Willen we de Oostvaardersplassen, nu we ze toch op een nieuwe manier aan het inrichten zijn, functioneel maken voor het Markermeer, dan maken we er een soort slenkenstelsel van, waarbij we het water in het gebied laten, waarbij eigenlijk de huidige natte gebieden droger worden, de droge gebieden natte worden, maar niet allemaal, behalve de diepere delen, dat er een soort slenkenstelsel komt. En het slenkenstelsel staat het water per laag in de zomer en hoog in de winter, waardoor het moeras weer functioneert zoals een moeras op een natuurlijke wijze functioneert, maar waarbij wel 56 vierkante kilometer bijdraagt aan het functioneren van het Markermeer. Gedacht. Dan kunnen we dat water ook nog benutten, want dan komt dat al die voedingsstoffen, het organisch materiaal, in het Markermeer zelf terecht. En dan kunnen we sturen door deeldammen te maken. Dat gaat wat minder effectief, omdat het er minder blijft hangen. We kunnen ook het gewoon afkaderen en zelfs een eigen pijl geven en een submeer maken wat veel beter functioneert dan we hebben. Gedachten die meegenomen kunnen worden. Het ziet er dan als volgt uit. Hier zien we de vooroever. En de Markermeer, de moeraszone, dan is de vooroever de oeverzone. Dan maken we hier een vooroeverdam. En dan gaat het ongeveer zo uitzien. Daar staan natuurlijk bomen op. Iedereen die mij kent weet dat ik dat overal roep, maar dat geldt ook voor meren. Ook daar groeiden altijd bomen, die vielen erin. Ga maar eens in echte meren kijken. Dat is een hele belangrijke structuurvormer. In de vooroever zien we het achterland, waarbij het moeras droog wordt en het droge moeras wordt. En dat is een aaneengesloten moeras, dieper en ondiepere zone, die eigenlijk dat organisch materiaal, die motor, voedt van dat systeem. En de vooroever wordt dan een soort archipel van eilandjes of een brede vooroever, landstroken die eigenlijk de hele litorale zone afbakenen en waarin het meer kan functioneren en een stuk biodiversiteit kan leveren. Totdat we voldoende moerasgebied hebben gekoppeld dat we eigenlijk de hele vooroever niet meer nodig hebben. Nog een paar ideeën om de hele zaal te prikkelen. Ondergedoken waterplanten moeten versterkt worden. Het is niet zo dat deze waterplanten blijven zoals ze nu zijn. Het is één soort die dominant is en dat gebeurt in elk successiestadium. En hier gaat het wat langzaam in zo'n systeem, omdat het een heel jong systeem is. Maar uiteindelijk wordt de diversiteit neemt toe en zal ook de dichtheid afnemen. Dat gebeurt in elk systeem van waterplanten. Je kunt dat helpen door ze bijvoorbeeld te introduceren, je kunt dat sturen. Alleen soms gaat de natuur niet sneller dan dit toelaat. Verder kunnen we natuurlijk de oevers iets verhogen. We zijn nu toch met zand aan het sjouwen in dit land, dus dan kunnen we dat meteen doen. Het meer hadden we namelijk zo moeten inrichten toen de delta werkte, toen in de dertiger jaren mee bezig was, had men niet meteen dijken moeten maken, maar had men gewoon het systeem zo in moeten richten. Want dan was het ingericht als een meer en niet als een kabatkuip. Dat kunnen we alsnog doen. Als we maar kabatten kunnen bouwen, kunnen we ook litorale zones versterken. En er is zand genoeg in de buurt. En verder is er nog een andere gedachte waarbij we het Markermeer toch weer koppelen aan het IJsselmeer, omdat daar een natuurlijk pijl gehandhaafd zou kunnen worden. En dat we gewoon een eidijk bouwen en een hele pijl voor Amsterdam en Amsterdam loskoppelen van het hele Markermeer, waarbij het Markermeer zelfstandig kan gaan functioneren. Aantal meer en minder wilde gedachten voor u om over na te denken en de toekomst mee in te gaan. Samengevat is dat er een nadruk moet komen niet op die verticale interacties zoals de ecologen tot op heden in Nederland steeds doen bij meren, maar op de horizontale interacties waarbij horizontaal de verbinding tussen de moeraszone, de oeverzone en het meer is. Dan moet er een waterbeweging komen van die moerassen naar dat meer toe en natuurlijk vanuit het meer weer terug. Er moet ondiep water komen, want ondiep water is nodig voor de litorale zone om te functioneren. En er moet in die moeraszones, die altijd niet binnen dijks komen te liggen, ook een natuurlijk pijl zijn, waardoor de hele ecologie van die organismen, die daar volledig is aangepast ook en afhankelijk van is, weer kan functioneren. Dan in die moeraszones komen moerasbossen, dat levert veel meer productie en organisch materiaal, dat versterkt het systeem heel erg. Er moet een rijke onderwatervegetatie komen in het meer zelf, die het meer versterkt. En de bomen heb ik al genoemd. En aan de stoffenkant komt er dan een netto-transport op gang van organisch materiaal naar het meer, van nutriënten naar het meer. En
Dat betekent dat het meer ook helderder zal gaan worden en meer gaat functioneren als er meer functioneert. En dan is eigenlijk een soort bouwen met natuur. We brengen de condities aan voor die organismen en de rest zal het systeem zelf doen. Dat gebeurt niet in een paar dagen en ook niet in een paar jaar. Maar als die condities geboden worden, zal het meer uiteindelijk ook echt robuust functioneren, zoals we dat tegenwoordig definiëren. En die modus kunnen er heel erg mee helpen. Dus dank voor uw aandacht en ik denk dat de modus nu kunnen gaan draaien.